Inmiddels heb je Chris en mij al uitgebreid gehoord over de moderne werkplek. We hebben dat inmiddels veelvuldig besproken, dus het werd zeker hoog tijd voor een gast. En vandaag is dat Jean-Pierre van Mixit, die nadat de, voor zover ik het heb begrepen, maar daar gaat hij natuurlijk alles over vertellen, nadat de werkplek is ingericht en is opgebouwd, zich voor een groot gedeelte bezighoudt met de adoptie. Hoe komt een nieuwe techniek bij eindgebruikers terecht en hoe gaan ze daarmee om? Hoe leren ze ermee werken? Wat zijn de valkuilen daarbij? Dus ik vind het heel erg leuk dat je er bent, Jean-Pierre. Op aanraden van Chris. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, introductie. Wie ben je? Wat doe je? En wat is Mixit? Zou ik eigenlijk willen vragen. Ik ben Jean-Pierre Martens. Superleuk om hier ook aan te schuiven en het verhaal te mogen delen. Dat doe ik graag. Ik werk bij Mixit. Samen met mijn compagnon Arjan mag ik ook eigenaar en eindverantwoordelijk voor Mixit zijn. En dat doen we 11 jaar. En waar wij ons mee bezighouden is, onze missie is, alle medewerkers verdienen een altijd passende werkplek. En dat betekent, ja, dat wat jij nodig hebt in jouw context, dat je daarin goed ondersteund wordt. En dat is wat we bij verschillende organisaties proberen te doen. Dus, Klinkt moeilijk, klinkt als veel ook. Zeker omdat we hebben hiervoor afgaand, hebben wij veel onderwerpen behandeld over hoe veranderlijk bepaalde zaken zijn. Niet alleen applicaties, maar ook het besturingssysteem, dat het allemaal onafhankelijk van elkaar samen moet kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat als je als missie hebt, dat een heel nobel doel is om gebruikers goed te kunnen laten werken met hetgeen wat ze nodig hebben, in welke situatie ook, dat het best een flinke klus kan zijn. Het is een flinke klus, zonder twijfel. Ja, en ik denk dat dat 99 van de 100 keer onderschat wordt hoe groot die klus is. Mm-hmm. Met alle goede bedoelingen van iedereen die daar initiatieven inneemt. Maar ik denk dat dat bijna altijd onderschat wordt inderdaad. En dat het heel slecht is bijna, omdat je zet die technologie in met een doel. En dat doel kan je alleen bereiken als de mensen het goed gaan gebruiken zoals je dat bedoeld hebt. Dus daar geen aandacht of te weinig aandacht besteden is een super groot risico om dat succes niet te bereiken. Ja. En daarvoor zijn wij er. Hoe begin je met zoiets? Stel je voor, er is een bedrijf, wij vanuit Login, die zetten ergens een werkplek op. En tuurlijk, we nemen altijd de beheerders daarin mee en de overdracht is altijd een belangrijk punt daarvan. De eindgebruikers wordt vaak, denk ik, gezien als de verantwoordelijkheid van een helpdesk, of als ze een vraag hebben, dat het dan op dat moment uitgelegd wordt. Is dat een goede aanname? En proberen jullie dat af te vangen door dat te zien of op aanvraag te behandelen? Nee, dat is zeker een stukje van de puzzel, de helpdesk, zeg maar. Maar de ideale werkplek en ideale ondersteuning heeft eigenlijk in zich dat je die helpdesk niet nodig hebt. Want dan betekent dat je het echt goed gedaan hebt. Ja. Eigenlijk begin je helemaal bij het begin. En dat is, wat is je doel met die werkplek? Dus kijken naar de organisatie, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gemeente. Welke mensen werken daar en wat moeten die kunnen met een werkplek? En dan hebben we het over doelgroepen definiëren. Je kan je voorstellen dat als je een verpleegster bent of je bent een bestuurder in een ziekenhuis, dat je echt iets anders doet met je werkplek en dat je andere interactie hebt met je werkplek en minder vaak of meer vaak. Maar ook dat je op een andere manier wellicht ondersteund moet worden of bereikt moet worden met een boodschap. Dus we doen eerst die inventarisatie. Wat voor doelgroepen heb je? En op wat voor manier moeten die interacteren met een werkplek om hun goed te helpen hun werk te kunnen doen? Dat is het vertrekpunt. En als dat is gebeurd, dan zijn er, neem ik aan, verschillende methodes. Ik vond doelgroepen, dat is gelijk ook een woord wat naar boven komt bij mij. Ik denk dat er een hele doelgroep aan het ontstaan is. Ook daar hebben Chris en ik het uitgebreid over gehad. Die zelfkundiger is. En dat is niks ten nadele van de gebruikers die misschien minder kundig zijn met computers. Ik denk dat staat sowieso los hiervan. Hoe pak je zoiets aan? Ik kan me namelijk best wel voorstellen dat als je op zo'n manier categorieën maakt, dus inderdaad een bestuurslid of inderdaad een verpleegster in een ziekenhuis, ook daar kunnen best wel kundige mensen tussen zitten, neem ik aan. Wat zijn een soort van algemene methodes om hun toch mee te krijgen met het verhaal wat er verteld moet worden?
Wij, ik vind het mooi dat je dat zegt. De Gartner heeft het over digital dexterity. Dat is de mate waarin je in staat bent om digitale vaardigheden te vertonen, zeg maar, veranderingen daarmee om te gaan. Voor ons is dat iets anders. Dus wij kijken naar een doelgroep als past een oplossing bij je in de context. Ook als je buiten rondloopt als BOA, bij wijze van spreken, van de gemeente. Dan kan je ook voorstellen dat je iets anders nodig hebt dan als je op kantoor zit. En binnen zo'n doelgroep heb je altijd koplopers, middenmoot en achterblijvers. Dus je moet eigenlijk altijd rekening houden dat sommige mensen sneller kunnen en sommige mensen langzamer gaan in hoe je ze ondersteunt. Dus dat staat eigenlijk los van de doelgroepen. Dat is, dat is gewoon een normaalverdeling die overal voorkomt. En natuurlijk heb je wel sommige doelgroepen die misschien minder affiniteit hebben met digitaal. Maar ook daar heb je koplopers. Dus dan is misschien de verdeling iets anders. Ja, exact. Maar ook daar heb je mensen die het super interessant vinden om met digitaal om te gaan. En daarmee dus ingezet kunnen worden als ambassadeur of koploper. En de methodes die daarbij komen kijken, heb je daar een voorbeeld van? Stel je voor, ik ben een eindgebruiker en hè, ongeacht even los van hoeveel affiniteit ik met de software en met digitalisering, et cetera, heb. Hoe wordt zo'n sessie of meerdere sessies of misschien zelfs wel een heel traject, hoe wordt dat aangepakt? Nou, ik ga nog een stapje terug. Oh, ja, fijn. Oké, okay, super. Je gaat niet zo snel. Ja. En dat herken ik ook heel. Ja. Wat belangrijk is, is dat je snapt wat de verandering is voor die doelgroep. Mm-hmm. Dus je hebt een oude werkplek, bij wijze van spreken op basis van Citrix. En er worden client-server applicaties aangeboden. En je logt nog in op een traditionele manier. En je gaat naar een nieuwe werkplek, ga je anders inloggen, krijg je applicaties anders aangeboden. Krijg je in één keer veel meer mogelijkheden, bijvoorbeeld met Microsoft 365. Mm-hmm. Dus je moet snappen waar iemand vandaan komt en waar die naartoe gaat. En dan ook gegeven die doelgroepen, context, zeg maar. Dus die verandering snappen is één. Wij noemen dat, dat heeft een mooie term voor ons, fit for purpose. Je moet snappen dat het iemand ook gaat helpen, dat hij er blij van gaat worden. Mm-hmm. Dat is stap één. Stap twee is dat je dan mensen moet helpen door die verandering. En daarvoor gebruiken we een heel simpele vijf stappen model. Het klinkt heel simpel. En dat model is weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. Mm-hmm. Dus mensen moeten weten dat er iets aan gaat komen, dat er iets gaat veranderen. Het liefst vertel je dat in een bredere context van wij willen de zorg helpen om minder administratief, bla bla. En dat is een hartstikke mooie stap daarin. Het willen gaat over dat what's in it for me. Dus waarom is het voor mij nou als doelgroep interessant en relevant? Is er altijd een eenduidige antwoord op? Sorry dat ik je onderbreek hoor. Maar ik kan me voorstellen dat het een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden. Want iemand die soort van op de rem trapt en zegt van oké, wacht even, dit gaat mij te snel. Of ik heb hier dus geen affiniteit mee. Die zal veel minder snel, denk ik, het uiteindelijke eindplaatje zien van joh, als dit doorgevoerd wordt en als ik hiermee kan werken, dan is dit wat het voor mij oplevert. Ja, dat zeg je helemaal goed. Daarom is die eerste stap van die doelgroepen herkennen en erkennen is ook zo belangrijk. En snappen wat het voor hun kan betekenen. Omdat je dat ook weer gebruikt in je communicatie. En ik gebruik heel vaak het woord relevantie. Je moet de relevantie uit kunnen leggen aan een persoon. En op het moment dat je dat niet kan, op het moment dat jij aannames doet over wat die relevantie zou kunnen zijn, dan neem je alweer een heel groot risico om dat succes te bereiken. En dat klinkt misschien heel ingewikkeld, of dat is het helemaal niet. Het is gewoon doen. Het is gewoon met mensen in gesprek gaan. En ik heb een nieuwe werkplek en die ga ik even toetsen bij jou. En hoe komt dat over? Mm-hmm. En dan krijg je input op. En sommigen zeggen, wauw, dit logt echt 10 keer zo snel en dat is normaal. Nou, opschrijven, vink, sneller op. Dat kan je dan met je communicatie gebruiken. Mm-hmm. Maar die stap overslaan, dat gebeurt heel vaak, omdat men heel vaak vanuit enthousiasme wil delen. Dit kan het allemaal. Dit zijn functionaliteiten. Terwijl de meeste medewerkers, die denken anders. Die denken op een andere manier. Die denken vanuit hun eigen context. Ja, juist. Dit klinkt ook alsof het heel simultaan loopt aan het project, als in het opbouwen van de omgeving. Dit klinkt niet als hoe ik het vaak zie. Dit is de omgeving. De IT-afdeling heeft dat in combinatie met, nou, laten we Login Consultants als voorbeeld noemen, samen met de beheerders, die hebben dit ingericht. Ja. En er wordt natuurlijk over en weer gecommuniceerd. En wat is het doel? En wat is, ik denk dat aan de achterkant wordt dat allemaal al gedaan. Ja. Maar als ik het goed begrijp, worden er dus simultaan aan dat proces worden gebruikers al getoetst van joh, stel je voor we zouden dit gaan doen, dan is dit hoe het eruit komt te zien. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, okay. Ja. En een mooi voorbeeld. Dat is een traject waar we samen nu mee bezig zijn. Een soort van voortraject. Daar hebben we die doelgroep in kaart gebracht. Een groot ziekenhuis.
En daar wordt ook een proof of concept, dus een proefopstelling van de werkplek opgebouwd. Ja. En dan gaan we weer met die mensen van, die die doelgroepen vertegenwoordigen, gaan we ook een aantal scenario's gaan we ze laten doen. Mm. En feedback ophalen. Hoe ervaar je dit? Wat vind je ervan? Zou je dit zonder ondersteuning kunnen? Of ja. Om input te krijgen voor hoeveel effort je daarna in moet gaan steken. Dit klinkt ook ergens wel eng. Ik weet niet, Chris en ik hebben het ook met enige regelmaat gehad over gebruikers meer toelaten, meer laten mogen, meer ja. opties geven om ze dingen te laten doen. Hoe is dit voor jou, Chris, als je dit zo hoort? Een soort van, ik vind het een hele mooie, vooruitstrevende soort van, en heel nogmaals nobel iets om dit op die manier te doen. Ik kan me ook alleen voorstellen dat als jij langs bent geweest met een verhaal van, joh, dit is wat het moet gaan worden. En vervolgens zegt iemand van, joh, dit vind ik gewoon niet fijn. Dat dat toch ergens ook wel tegenwerkt. Ja, maar dat dan, dan kijk je ook heel erg over. We zijn natuurlijk heel erg gewend om vanuit techniek te denken. Mm-hmm. De nieuwste dingen. En zo'n werkplek ook als zodanig te gaan gebruiken. Maar die brug naar de gebruiker is wat wij ook veel vaker doen. En dat doen we inderdaad ook met jullie. Want uiteindelijk moet die gebruiker er productief in zijn. Dit moet aanpassen aan zijn werk. En misschien moet hij zijn werk wel aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Mm-hmm. Kijk, het was natuurlijk vroeger ook wel zo dat je kreeg de IT voorgeschoteld op je werk. En je leerde met IT omgaan op je werk. Dat was niet iets wat je vanuit huis deed of wat je vanuit school had gehad. Je leerde met computers, met IT omgaan op je werk. Dus als je dan vroeger een nieuwe, we hebben die cycles ook wel gezien met de Windows, die hoorde bij de hardware, die kwam eens in de 3 jaar kwam die voorbij. Daar zat een nieuwe versie van Office op. Je ging 3 dagen naar Global Knowledge en dan was je weer voor 3 jaar klaar. Ja. En, maar dat hele spectrum is natuurlijk wel helemaal veranderd. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk, heb je een functionaliteit gekregen en die moet je dan als gebruiker wel weten uit te nutten. Dus hoe haal je dan steeds het maximale uit die werkplek en dat je goed kan werken. En die werkplek verandert ook gewoon, iedere maand, niet iedere maand heel veel, maar steeds een klein beetje. Steeds een beetje, ja. Nee, dat is inderdaad zo. Om terug te gaan naar de stappen, want anders dan gaan we daar misschien heel ver vandaan. Hele relevante vragen, ja. Ja, gelukkig, dankjewel. Ja. Om terug te gaan naar de stappen, het klinkt voor mij als een van de belangrijkste stappen, omdat je dan vooraf al heel veel afvangt. Ja. Stel je voor dat het is gelukt, de gebruikers zijn tevreden en er is een bepaald. Hoe wordt dat eigenlijk gemeten? Is dat een score? Is dat een soort van natte vingerwerk? Ik kan me dat haast niet voorstellen, maar puur als. Je probeert het succes zo concreet mogelijk te definiëren inderdaad. Mm-hmm. Dus dat kan van heel, ik moet aan de technische kant zijn over hoe makkelijk het inloggen is en hoe dat. Een mooi voorbeeld daar, hoe het ook niet goed kan gaan, is dat. Hebben we ook wel met een doelgroep van buitendienstmedewerkers, zeg maar. Dat die de drempel om in te loggen en op basis van compliancy wachtwoordwijzigingen te doen. Mm-hmm. Dat bleek gewoon zo'n drempel dat mensen die nieuwe toepassing niet gingen gebruiken. En gewoon lekker bleven WhatsAppen en op die manier informatie bleven delen met elkaar. Dus snappen wat die drempel is en daar een score aan hangen als het ware. Mm-hmm. Van wanneer nemen we er genoegen mee? Daar begint het mee. En dat kan om inloggen gaan, maar dat kan ook om, als je het hebt over een werkplekportaal, hoe vaak moet iemand op zo'n portaal komen, vinden wij? Is dat elke dag of 5 keer per dag? En wat moeten ze ervan vinden qua de informatie die er staat, et cetera? Ja, het is heel valide om het daar met je opdrachtgever over te hebben. En vaak challenge je ze daar ook mee, omdat daar niet altijd even goed over nagedacht wordt. Maar ja, je geeft er wel euro's aan uit. Dus het is ook belangrijk dat je weet wat het dan op moet leveren. Maar daar begint het inderdaad. Oké. En stel je voor, de score is positief. Er komt een heel groot groen in beeld te staan, akkoord. Wat is dan uiteindelijk een soort van nog. Eigenlijk begint het al pas. Oké, want het klinkt voor mij namelijk, en dat is natuurlijk mijn onwetendheid strikt ook. Erom, klaar. Ja, nee, precies. Strikt erom, weet je, gebruikers zijn akkoord, doorvoeren die handel en gewoon gaan. Alleen, ik kan me inderdaad voorstellen dat er natuurlijk een stuk nazorg zit. Maar als ik je goed begrijp,
begint het hier pas en is de nazorg niet eens nog in de buurt? Nee, van. Klopt. Okay. Nee, dus daar begint het pas. Omdat je feitelijk heb je dan, snap je wat de oplossing betekent, mm-hmm, voor de verschillende doelgroepen. Maar als je een doelgroepenonderzoek spreek je misschien 20 mensen, 25, 30. Als het heel groot onderzoek is, spreek je er misschien 40. Mm-hmm. Maar als je een populatie hebt van 8000 mensen bijvoorbeeld, ja, dan zijn er nog 7960 mensen niet betrokken in dit traject. Waar je nog over na moet denken, hoe ga ik die meenemen? Hoe ga ik die vertellen wat eraan gaat komen en ondersteunen, et cetera? Dus eigenlijk begint dan dat hele wiel van weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. Mm-hmm. En welke acties je daarvoor in gaat zetten, dat ga je dan opstarten feitelijk. Maar dan heb je wel alle input over wat je wil vertellen. Je snapt ook wat het voor doelgroepen betekent. Dus je kan het in je communicatie gebruiken. Je snapt hoe moeilijk een verandering is. Dus hoeveel effort je er moet insteken om te trainen of om koplopers goed te instrueren om hun team mee te nemen, et cetera, et cetera. Zie je daar een verandering in? Ik kan me voorstellen namelijk dat, en nogmaals, dit is niet om mensen uit te sluiten of te beoordelen ergens op, maar ik kan me voorstellen dat mensen over het algemeen, net wat Chris aangaf, voorheen kreeg je misschien alleen op werk en hoogstens op school mee. Dat is inmiddels al lang niet meer. Inmiddels neem je IT mee naar huis, log je misschien inderdaad zelfs in vanuit huis. Ik kan me voorstellen dat doordat mensen enigszins meer op zichzelf zijn aangewezen, dat ze daardoor ook sneller zullen zeggen van joh, ik zoek dit zelf wel uit. Ik kan dit wel. Ik snap dit wel. Ik denk dat de context ergens van begrijpen vaak belangrijker is dan waar je exact op moet klikken. Tenminste, dat zou ik zelf hebben. Als een knopje anders is, maar de tekst is hetzelfde. Of het icoontje is nog wel hetzelfde, maar het knopje heeft een ander kleurtje. Ik noem maar iets. Of er is een nieuwe toevoeging bovenop een applicatie gekomen. Ik denk dat, en dit is even een aanname waarvan ik eigenlijk een soort van bevestiging of juist niet zoek. Is het niet zo dat mensen dit al steeds gemakkelijker zelf kunnen? We zien wel dat je er met elkaar beter in kan worden. Mm-hmm. Dus het is zeker iets waar je ook als organisatie en met je mensen, waar je goed in kan worden letterlijk. Zodat je sneller veranderingen goed kunt doorvoeren. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus het is niet, mm-hmm, zo dat op een gegeven moment je gewoon maar dingen uit kan rollen. Hè, even gechargeerd zonder ondersteuning, want dat mensen gaan het wel zelf doen. Mm-hmm. Maar je kunt wel dingen herkenbaar maken voor mensen. En dus de manier waarop je dingen ook introduceert, wordt dan herkenbaar. Als de manier waarop je mensen ondersteunt met trainingen en de vormen daarin, wordt dat ook herkenbaar. Dus je kunt daar wel er beter in worden. En doordat je meet, zoals wij dat doen, leer je ook je populatie steeds beter kennen. Even een voorbeeld daarin. Jullie kennen allemaal de term koploper of ambassadeur. En die wordt vaak ingezet op een manier van, ik heb affiniteit met de applicatie of met de techniek. En dan ben ik ambassadeur. Maar onze stelling is nee, een ambassadeur, die moet sociale vaardigheden hebben. Die moet assertief zijn. Die moet durven op collega's af te stappen en een vraag te stellen. Lukt het je, et cetera? En door die koploper op die manier te selecteren en hem ook voor meerdere trajecten of veranderingen in te zetten, leert hij zijn team ook veel beter kennen. En kun je ook feedback ophalen, niet alleen over de oplossingen, maar ook over teamgenoten. En dan zitten er misschien een paar tussen die digitaal wat minder vaardig zijn. Kun je die extra trainingen aanbieden rondom die digitale vaardigheden. Dus dat is een voorbeeld van hoe je structureel beter kunt worden als organisatie door die middelen ook structureel te definiëren in plaats van wat je nu ziet per project bedacht wordt van, joh, hoe zullen we nou eens mensen gaan meenemen en ondersteunen. Yeah. Dus dat is eigenlijk onze stelling of visie, dat je dit als een organisatie manier van verandering ondersteunen, dat je dat zo in moet gaan richten. Ja, ik denk ook wel dat de bij je gebruikers ook wel een verschil zit in de generaties. Hè? We hebben verschillende generaties die natuurlijk de werkplek gebruiken en die hebben ook een andere behoefte. De jonge generatie die zal het zelf meer willen ontdekken. Die hebben andere behoeften om iets tot zich te nemen. En waarbij de ik zal ze niet in vakjes duwen, maar de wat oude generatie die wil toch meer van, nou, geef mij maar een handleiding en dan ga ik met mijn stift wel dat stappenplan volgen. Dus die hebben ook vaak een andere behoefte hoe ze nieuwe functionaliteiten en nieuwe technologie tot zich nemen. Ja,
Dat herken ik zeker. Er zit wel ook een andere kant aan bij die nieuwe generatie. En die nieuwe generatie die is veel kieskeuriger, zeg maar. Of veel als het gaat over die relevantie. Mm-hmm. Dus ze zullen makkelijker misschien snappen hoe iets werkt. Maar als je niet duidelijk hebt kunnen maken waarom het iemand gaat helpen in zijn werk. Hè, dus de toepassing binnen mijn werkgebied. Het draagvlak. Draagvlak creëren. Dan iedereen is ook in zijn privéleven heel erg gewend om als een appje niet relevant is. Of doe het toch niet lekker. Weg ermee, zeg maar. Dus je moet misschien wel wat meer tijd steken in de jongere generatie. Om ze te vertellen waarom en wat de relevantie is. Ja. En misschien iets minder in ondersteuning, waarbij de oudere generatie misschien iets meer gewend is van het is mijn werk en dit zijn de middelen waar ik mijn werk precies. Ik ga dat wel proberen, zeg maar. Dus daar zit ook een andere kant aan. Ja, okay. Maar het is ook natuurlijk ook zo als je er zijn natuurlijk hele groepen van mensen ook dat wat jij net zei, Kevin, van als de applicatie net verandert of er staat net een ander icoontje. Mm-hmm. Dat er zijn groepen die daar helemaal van in de stress raken en die weten niet meer waar ze op moeten klikken. Als je dan kijkt in het privéleven, dan worden apps op je telefoon worden ook veranderd en die krijgen ook een ander kleurtje. Daar schieten ze dan vaak niet van in de stress. Dus het is ook maar net wat je verwacht en de verwachtingen managen van gebruikers op de werkplek ook. En ik denk ook wel een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Kijk, als jij een avondje iemand niet kan appen of je kan niet een fotootje uploaden op Instagram of je kunt niet een tweet versturen, dat is minder erg dan wanneer jij een patiënt of een hele dag werk of je agenda of weet ik veel mist. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook wel een soort van de urgentie is inderdaad daarin ook wel anders. En ja, dan schrik je daar denk ik toch automatisch wat minder van. Als ik een klein voorbeeld mag noemen, dat is ook een beetje omwille van de tijd, een heel klein mini-projectje. Internet Explorer gaat verdwijnen. Ik denk dat weinig bedrijven überhaupt dat nog als main browser gebruiken. Ik denk dat inmiddels de vertakkingen naar Chrome en Firefox en Edge en dat zal uiteenlopen. Ik heb toevallig recent zo'n traject meegemaakt en ondanks dat het best wel een grote verandering was, zag ik wel dat gebruikers met eigenlijk goede moed en als het maar weer werkt zoals het was, daarmee aan de slag gingen. Dat hebben we toen afgevangen met en communicatie naar de afdelingen en een berichtje op intranet. Als je dit hoort, wat zou in de toekomst of voor een volgende... dit ging gelukkig goed. Het was ook de verwachting, dat hadden we uiteraard. Er zat veel meer achter, maar even heel zwart-wit en kort benoemd was dit wat het was. Zijn er volgens jou nog gewoon echt goede praktijkvoorbeelden van hoe je zo'n misschien niet omgevingsveranderende verandering doorvoert, maar om zo'n change aan te pakken? Uiteindelijk gaat het weer over hoe groot die verandering is. Mm-hmm. En als het een kleine verandering is of nauwelijks een verandering, dan hoef je daar ook niet zoveel voor te doen. Je daar bewust van zijn en daar bewust keuze in maken, dat is gewoon heel belangrijk. En dan kan je prima misschien wegkomen met zo'n soort ingreep. Mm-hmm. Even een ander voorbeeld. Als jij je file shares, je mappenstructuren wil gaan migreren naar de cloud, naar het mooie Microsoft 365. Mm-hmm. Dan is mijn aanname dat daar net iets meer effort ingestoken moet worden om medewerkers te helpen dat goed te gaan gebruiken en te zorgen dat het goed landt en misschien nog wel heel veel meer stappen dan dat. Dus je moet gewoon heel kritisch kijken naar hoe groot is die verandering en wat is die impact. Daar kan je aannames in doen, maar wij zeggen altijd probeer dat even te toetsen bij de doelgroep. Dus vraag gewoon hoe ervaar je dit en dan weet je het. In plaats van dat je daar, ik denk dat het zo is. De moeder van heel veel fouten. In het Engels. dat is een nette versie van de uitspraak. Ja. Dus daar begint het. Maar ik vind het voorbeeld wat je noemt wel leuk. Er komen heel veel organisaties en je moet mensen bereiken. Dus als je iets gaat introduceren, dan wil de eerste stap is dat je mensen bereikt. En dan stellen wij de vraag, hoe bereiken jullie je mensen? En dan krijg je, we hebben intranet en we hebben nieuwsbrieven, et cetera. Dan hangt een affiche in de lift, soort dingen. Dan stellen wij de vraag, ook weer vanuit dat meten, concreet maken, hoeveel mensen lezen gemiddeld een intranetbericht? Ja. Zeker 30% leest, dat is echt, we zijn super trots op.
Maar als je gaat veranderen, dan krijg je dus 70% al niet mee op die manier. Dus daar heel kritisch in zijn van wat betekent dat dan en welke keuzes maak je dan? En ga ik dan bijvoorbeeld die koplopers gebruiken om een verhaal te vertellen of leidinggevende, omdat de gewone kanalen niet voldoen. Elke keer die scherpte vinden in niet genoegen nemen van het is altijd zo gegaan. Dus, we gokken erop, we drukken nu op, we gaan live en dat is wat het is. En dat is wel iets waar we af en toe ook een beetje vervelend in zijn, denk ik, in onze aanpak. Maar uiteindelijk wil je dat succes, die kans op succes zo groot mogelijk maken. En dan zijn dit soort dingen ook belangrijk. Nou ja, goed, je zegt dan vervelend. Ik kan me voorstellen dat er juist heel veel waardering komt uit hetgeen wat jullie doen. Als zijnde, tuurlijk, het is misschien niet altijd even handig om een applicatie te moeten testen of om een verandering te moeten beoordelen of weet ik veel wat. Maar ik kan me voorstellen dat als je gebruikers daarin meeneemt, dat het dat het misschien iets extra oplevert aan feedback verzamelen, extra werk, extra tijd in het proces van het bouwen van de werkplek of het doorvoeren van de verandering. Maar als het er dan is, kun je als IT-afdeling heel gerust zeggen, joh, we drukken inderdaad op die nu gaan we live knop en dat is dan wat het is, want iedereen is op de hoogte en iedereen is tevreden, zo goed als. En voor de mensen is het eigenlijk een logische verandering, want ze kennen het al. Ja. Je zegt vervelend. Ik denk uiteindelijk ik neem aan dat jullie dat ook zien. Want anders dan heeft het weinig bestaansrecht, maar dat het gewoon gewaardeerd wordt. Nou, zeker het resultaat wordt gewaardeerd, maar we zien toch ook nog organisaties die af en toe nog een beetje oud denken. Mm-hmm. En het succes zien als van, ik moet het project opleveren en ik moet het aanzetten en liefst binnen tijd en budget. En alle andere dingen, die worden dan lastiger bij spreken om dat voor elkaar te krijgen. Want stel nou dat ze iets terug gaan zeggen. Bijvoorbeeld, dat ze iets anders willen, waar je net aan refereerde. Dus die komen we ook tegen, die dan toch andere keuzes maken daarin. En dat mag. Het is ook zo. Ja. Afsluitend, omwille van de tijd, zijn er belangrijke dingen, misschien voor jou Chris, misschien voor jou Jean-Pierre, waarvan je zegt van joh, dit is onlosmakelijk verbonden met dit onderwerp. Of er is echt een cruciaal punt wat echt nog benoemd moet worden in dit proces. Of omwille van het meenemen van gebruikers in dus die moderne werkplekken. Nou, wat ik eigenlijk waar we in de samenwerking ook heel vaak die raakvlak vinden, is van dat je goed kijkt wat is het functionele kant van je werkplek? Dus het functioneel werkplek weer. Hebben we het wel eens vaker over gehad. Wij zijn heel goed vaak, hebben het technisch vertrekpunt, applicatie start, goede performance. Nou prima, je kan je werk toch doen. Ja, maar zo is het dus heel goed de klant meenemen. Hoe ga ik functioneel mijn werkplek inrichten? Met inderdaad die doelgroepen, die analyse. En hoe halen ze alles uit hun werkplek? Dus dat gaat echt, dat zit heel erg op de functionaliteit van een werkplek, waar je ook gewoon een functioneel design van maakt. Ja, exact. Oké, Jean-Pierre, heb jij toevallig nog een mooi afsluitend woord of misschien een boodschap om mee te geven? Of voor degene die dit luisteren of die zelf, uiteraard zullen dat met name zelf IT'ers zijn? Nou, eigenlijk zijn er twee. De eerste is, het gaat om de mensen in je organisatie. Hè? Medewerkers, gebruikers worden het ook wel genoemd. De gebruiker. En het interessante is om te onthouden, is dat die mensen zijn elke keer dezelfde mensen. Mm-hmm. Dus welke veranderingen je nou ook op hun loslaat, het gaat elke keer om diezelfde medewerkers van jouw organisatie. En dat geldt voor IT, dat geldt voor HR, er zijn allerlei initiatieven. En die arme medewerker is altijd hetzelfde en die krijgt alles over zich uitgestort. Dat als vertrekpunt van hoe gaan we daar dan mee om? Of hoe kunnen we dat voor die medewerker? Dat is één. En het tweede is, durf je succes concreet te maken. Echt concreet te definiëren. Omdat je dat helpt in het maken van keuzes. Het helpt je in het bijsturen. Als je meet en je ziet, daar gaat het niet helemaal lekker. En dan kan je daarop inspelen. Maar als je dat, als je succes niet concreet maakt, dan heb jij je mening over succes. Ik heb een mening. En dan ben je dus nooit succesvol. Nee, het is heel subjectief. Ja, exact. Oké. Okay. Nou,
mooi eindwoord, denk ik. Dus voor iedereen die gaat beginnen aan de moderne werkplek, ermee moet werken of het in moet richten, vergeet de gebruikers niet. En anders is er altijd natuurlijk Mixit om dat probleem af te vangen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Jean-Pierre voor het aanschuiven. Bedankt Chris wederom voor het aanschuiven en de mooie woorden. En hopelijk tot de volgende podcast.